Een introductie tot asset management en de rol van de nieuwe wereldwijde norm ISO 55000. We bekijken de situatie voor asset management in de praktijk. Wat gaat de nieuwe norm opleveren? Een auditor doet zijn interne kwaliteitscontrole. Hij stelt allerlei vragen. Halen we de productie? Hoe lang gaan de machines nog mee? Voldoen we aan alle regels? Hoe zit het met de kosten? Werken we wel veilig? Hier zijn niet gemakkelijk antwoorden op te geven. Het rapport gaat naar het management. Vandaag heeft de manager het erg druk. Hij neemt zich voor om het rapport goed door te nemen. Asset management bestaat uit vele aspecten. In de vergadering wordt getracht het met elkaar eens te worden over de juiste aanpak. Hier kan de nieuwe ISO 55000 helpen om tussen alle disciplines dezelfde taal te spreken. ISO 55000 ondersteunt een complete en integrale aanpak voor de assets in een organisatie waarin duidelijke communicatie bestaat tussen alle partijen. Het coördineert tussen de levensfase van de assets en laat streven naar weloverwogen beslissingen. Medewerkers worden zich bewust van en betrokken bij de asset management processen. Het zorgt voor een betere structuur in het bedrijf waarbij van hoog tot laag op één dezelfde manier wordt gedacht en gewerkt. Het bedrijf is klaar om de nieuwe informatie te benutten voor asset management. Van beleid naar strategie, naar doelen, plannen en implementatie. Het gaat goed met het bedrijf. Gestadige groei zorgt voor veel voorspoed. Het geld wordt verdeeld over de verschillende onderdelen om alle assets optimaal te laten functioneren. Gefundeerde beslissingen, duurzame groei en betrokkenheid van de gehele organisatie. ISO 55000.